Yo guys, Letch hier met vandaag een nieuwe video en vandaag speel ik terug Minecraft Hardcore. We gaan vandaag op zoek naar de motherfucking Stronghold. Ik ben echt fucking hyped. Ik ben effectief terug over en heen gevaren voor het bootje. Ik heb de blazerotsen meegepakt en de diamonds. In ieder geval mochten we effectief gewoon hier blijven en zeggen van kijk, we zijn al sterk genoeg ofzo voor de Ender Dragon. Oké, dat is een beetje te optimistisch, maar... You never know, you know. Maar we gaan dus eerst beginnen met de village. Een oude 1.13 village. Oei, wat is hier gebeurd? Oké, wat een slechte deal. Wat hebt jij aan te bieden? Sorry boys and girls, maar ik wil even al jullie carrots. Kijk, besef, ik heb zo lang overdaan om over het heer te varen dat het terug donker begint te worden. Maar ik plant ze wel terug natuurlijk. Zo berg dan toch wel, hè? Oké. Oh, shit. Ah, hier zijn koeien. Ja, eerlijk, dat veel chiller zijn om hier een beest te hebben. Dus ik ben al over aan het overwegen om misschien gewoon naar hier te verhuizen. Maar ja, hoe gaan we dat ooit doen? Maar, de silversmid. Ah, oké. Wow, dat heb ik dat geactiveerd. Holy shit. Maar, ik kan dus zo pitten. Pitten? We hebben redelijk wat eten. Wat ik ook gelijk had doen. Watch this. Hot stuff. Oké. En hopelijk is dat genoeg om mijn 3 aardappelen te bakken. Meer dan genoeg precies. Boeken. Tuurlijk. Let's go. Oh, dan kan ik 1000 betere enchanting table maken. Ook 21 boeken, dat zijn 7 boekenkasten. Yikes, dat is fucking lekker. Oké, maak dat terug. Thanks. Oké, maar daar was een. Ik weet niet, ik stond daar zeker. Daar ga ik ook nog eens de Eye of Ender gooien. Het is letterlijk op dit stuk. Hier ergens ligt een fucking stronghold. Dat is gestoorde shit. Ik ben er nooit. Lang geleden dat ik nog eens zo dicht bij een stronghold ben. Dat is de tweede keer, denk ik zelfs. Misschien ooit dat ik een stronghold ga vinden. Je moet er wel oppassen met die silverfish, want die dingen durven ook iets wel tyfus lastig te doen. Maar nu ben ik wel aan het wachten, maar het gaat helemaal geen nacht worden, wat de fuck zei ik. Oké, we gaan dus nog even naar de dingen gaan, naar die tempel dat we hebben gevonden. Want ik had ook nog effectief een tempel zien staan, ergens in de verte. En misschien ook, ja daar is hij. En misschien ook wat taiga-bomen meepakken ofzo, ik weet niet. Maar ik denk toch wel uiteindelijk terug gaan naar mijn base bij de Gletscher Biome. Wat nu al echt wel iets te laat is om heel mijn base nog te gaan verplaatsen. Die tempel is trouwens perfect intact, hè. Dit is uniek. Dit is ongezien. Oké. 15e aflevering, denk ik. Strongholdje zoeken. Een beetje exploren. Villageke. Yo. Wow. Check dat, deze tempel is gewoon perfect intact. Holy shit, daar ga ik wel een mooie screenshot van nemen hoor. Voila. Oké, dit is de tweede tempel dat ik vind in mijn Let's Play, maar de eerste in deze wereld. Oké, mooi. Ik had niet gedacht dat ik nog zo ver ging. Ah, phew, ik ging even zeggen, heb ik legit geen torches meer. Met een beetje geluk liggen er diamonds in. Nou, je moet dat echt oppassen dat er geen fucking blokken op die pressure plate valt. En ook zeker oppassen dat ik er zelf niet op val. Oké. Nou, dat reden wordt leuk. Laat ik dit even allemaal weghalen. Yo, is hier nu legit een gigantische cave onder? What? Oké. Oké, dit vertrouw ik niet. Dat ga ik gewoon dichtmaken. Maar dat is goed om te weten. Dat we weten dat hier een tyfus gigantische cave is. Ik wil wat dingen wegsmijten. Maar ik wil dat gat niet terug openmaken. Want dat is vrij diep, die cave. Laten we zeggen, heel diep. Vrij is... kort door de bocht. Laten we
het belangrijkste meepakken, de iron. Dus drinks is nu niet echt het belangrijkste eigenlijk. Dus de emerald zeker. Zo. En het gold. Ja, voor de rest boeit me vrij weinig wat er in de kisten zit. Oh no. I'm too late. Oh wacht. Tuurlijk, ik heb mijn bed bij. Ik moet niet terug naar de village. Hoe? Oké. Okay. Jongens, toch. Ik ga even terug naar de village, omdat daar een kist stond en daar ga ik ook wat stuff in droppen. En dat is ook goed om te weten dat we gewoon nog een gigantische cave hebben. Dat is fucking lekker. Dus ja, ik ga denk ik waarschijnlijk nog het meeste van mijn tijd gewoon hier doorbrengen. Wat ga ik daar? Deze is trouwens veel chiller, deze land. Like, ik vond die ijsbaai maar een beetje deprimerend eigenlijk. Niet? Of lag dat aan mij? En zeker als je er al bijna doodgaat door duizenden monsters die er staan om je te verkrachten. Dat is ook al minder leuk. Dus ja, allemaal wel leuke redenen om het niet leuk te vinden, snap je? Leuke reden om het niet leuk te vinden, jee. Laten we wat stuff droppen. Het is trouwens nog een oude village, hè. 1.14 ga je zo'n villages niet meer vinden. Dus nog wel pretty epic. De laatste blacksmith waarschijnlijk dat ik ooit ga vinden, want 1.14 zijn er geen blacksmith. Of toch niet in die vorm. Ah, juist, de blacksmith. Blacksmith wordt mijn main house ofzo. Hier, in deze village. Oké, dat heb ik niet nodig. Ja, dat ook eigenlijk niet echt. Dat zeker niet. Rotte flesje, rot op. Dat kan ik wel gebruiken. Ja, voor de rest heb ik eigenlijk al... Ja, we skip de diamond, de gold. Als ik dit opeet, zijn we er ook al vanaf. Maar... We gaan nu naar daar. En we gaan een eye of ender in de lucht dieveren. De laatste keer dat ik had gedaan, was het daar. Dus ik denk het nu hier ga doen. Een donkey. Yo. Ik heb geen saddle, dus. Oké, het is naar daar. Hoezo is hier nog altijd niet gebroken? What the fuck? Dat is nog echt wel bullshit. Maar hey, ik kan niet klagen, dat is alleen maar in mijn voordeel. Ik was ook bijna dood gegaan voor die fucking Eye of Ender, dus hey. Oké, even iets verder. Ik ga even op een iets hoger punt doen, of als hij het onder de grond gaat, dat ik het toch zie. Hè? Oké, nu zegt het meer naar daar is. We zullen eens een beetje naar daar gaan zien, I guess. Ik ga even wel, voilà, de coördinaten toch opslaan. Oké, ik ga daar doen. Ik ben toch stress te krijgen hè, om die stronghold te vinden, jongens. Toch? Holy shit, holy motherfucking shit. Wel blij ik eindelijk Eye of Ender heb, want damn, dat begon echt wel lang te duren. Ah, we zijn achter de tempel trouwens. Oké. Oh my god. Het is hieronder. Het is hier ergens onder. Damn. Oké, terug daar. Terug daar doen. Eye of Ender is helaas wel naar de jaartjes. Maar ik kan eerlijk zijn, ik heb die misschien 7 keer gebruikt. Ik denk dat bijna nooit voorkomt dat je een Eye of Ender zo vaak kunt gebruiken. Het zou hier ergens moeten zijn. Hier motherfucking onder. Wel nog oppassen voor de silverfish, dat die mij niet gaan verkrachten. Oké. Waar bent u? Ik denk dat het legit hieronder is. Kan niet anders. Kan het niet anders. Kijk, kan nu hier. Als hij hier terug onder de grond. Het is hier onder de grond. Oké, het moet wel hier zijn. Het moet hier zijn. Ik zou niet... Nee. Oké, ik ga hier beginnen graven. Het moet hier ergens zijn. En als ik een cave system vind... Het moet gewoon. Het moet... Ik wil dat vinden vandaag.
Oké, okay. Ik heb ook geen idee waarom ik het zo groot maak eigenlijk, maar... Ça va. Ja. Zo. Ah ja, maar ik weet al waarom. Dat is... Wacht. Ik snap mijn eigen, wacht. Ah, iron. Oh, maar oh, dat is een lastige situatie. Zo. Zo, die dikke oude Minecraft-trickies. Oké. Kan nog even nog één laag gewoon wegdoen. Zo. Voilà, dat is lekker veel cent. Ja, daar ben ik dus ook wel geen zak mee eigenlijk. Maar maakt niet uit. Oké. Een beetje, ja, ik weet niet. Zo, nu ga ik maar beginnen aan één gang. Ik ga even hier mijn battle plaatsen ofzo. Zo. Zo, even afdekken toch al. Mooi. En dan kunnen we hier het bed plaatsen. Voilà. Oké, shit is zo spannend. Holy, what the fuck? Ik heb hier 600 FPS in dit caveje. Oké, I see you. Maar ja, die moet ook zo tyfus weinig renderen, dat is normaal. Ja, ik weet niet. Het was natuurlijk Eye of Ender, zei het meer deze. Besef trouwens, ik heb één Eye of Ender 8 keer kunnen gebruiken. Deze misschien letterlijk 2 keer. Oké. Ik hoop gewoon dat ik een cave tegenkom straks. Daarin zal wel iets te vinden zijn. Probeer zo weinig mogelijk torches te gebruiken, want ik zie wel dat ik daar ook al een beetje. Ja, wat zuiniger op moet zijn. Maar ik zeg u. Ik hoor een Enderman feest. Maar op zich, Endermans zeggen niks hoor. Als we ineens een silverfish op onze muil hebben. Ik hoor de cave wel. Maar ik weet wel niet hoe diep. Volgens mij is de strongholds wel vrij diep. Ik zou het niet weten, to be honest. Ik weet niet of ik zo aan het mind ben, maar er zal een goede reden voor zijn. De stronghold! Echt waar, mijn ziel. Hallo. Good job, you played yourself. Oh shit. Ik ben domme shit aan het doen. Kijk, altijd zo fucking zware hardkoppingen en shit als ik zo. Die moet ik ook niet hebben. Hier een hoop zand. Ah, wow, what the fuck. Ik was tyfus verward. Er zit een button, mocht je het niet doorhebben. Ah, ik moet echt chiller gaan doen tegen Endermans, boys. Ik ga het toegeven. Voilà, de stronghold. Zo wordt het gemakkelijk om een grote enchanting. Yes! De enchanting room, here we fucking come! Waar is hij? Ik moet hier nu echt niet doodgaan. Ik ben letterlijk zo dicht nu. Ah, ik moet wel altijd.
dat is groot. Doei. Oké. Okay. Is dat niet in de library altijd nog zieke stuff ligt? Nope. Ja, ik moet hier wel een beetje oppassen. Hè. Oh my god. De struggle, dit kan toch niet? Wie had gedacht dat ik zo snel... Aha. Broodje. Bedankt. Bedankt, Minecraft. Heb ik geen shears? Ja, oké. Okay. Dat is jammer van mijn zwaard. Kijk, ik weet niet hoeveel boeken dat ik nodig heb. Maar ik ga heel deze piep renoveren. That's hot. That's hot. Ja, ik hoor hier dingen slopen in deze beep en dat is tyfus eng. Oh my god. Ik mag echt niet. Gewoon, dit moet toch de wereld zijn dat ik dat fucking Ender Dragon neuk. Dit is het. Dit is het gewoon. Dan gaat de telefoon af natuurlijk. Ja, ik renoveer heel dit ding. Like, we hebben eigenlijk gewoon... We moeten geen koeienfarm meer maken, letterlijk. Ik heb de stronghold gevonden. Ik heb wel een probleempje door de telefoon gehad. Oké. Okay. Niemand pakt op. Bedankt om mij op te bellen voor niks. Deze heb ik ook niet nodig. Zo, ook niet. Ik zou het gewoon kunnen wegsmijten, maar te veel moeite. Goh, ik was bijna dit boekje vergeten. Ja, de string smijt ik wel weg, though. Iron. Besef even hoe mooi ding dat ik aan het fucken ben. We hebben gewoon de fucking stronghold. Dit kan toch niet? Hoezo heb ik zo makkelijk de stronghold? Dat is fucking bullshit. Ja, nu moet ik toch wel genoeg boeken hebben. Even quick, Mats. Hoeveel boeken heb je nodig, Gletscher? Voor een full enchanting table. 8. Oké. Okay. Ik heb meer dan genoeg boeken normaal. Maar ik had toch 3 stacks mee. Oh my god, besef wat voor een lame manier het is om aan boeken te geraken. Hey jongens, toch. Waarom ben ik ook nooit opgekomen om zo aan boeken te komen? Dat snap ik ook eigenlijk gewoon niet. Zien moet hierboven nog een kist zijn. Natuurlijk nog meer boeken. Nee. Wat is hier te zien dan? Een gigantische mineshaft. Ah, een gevangenis of zo. Oeh, mooi. De appels pak ik. De andere pak ik niet, zoals je hebt gezien. Dit is toch wel een van de classic blunders. Wacht, hè. Ik heb trouwens fucking 5 torches, kut. Zo. Oh my god, wat een fucking kut eindportal. Ik hoop dat ik hem nog te zien ga krijgen. Oeh, maar deze ziet er al iets belovend uit. Oh, ik dacht dat het hier ging zijn. Is het daar? Of kwam ik daar van? Nee, ik kwam daar van. Allee, zeg. Oeh, spannende shit, hè. Ja. Is de stronghold zo... Ik
Okay, ik kan me vaak herinneren. Is dat niet dat dat meestal achter een muurtje is? Ja, ik hoop van niet, doe. Ik heb geen zin om elk type smeurtje. En daar zijn we nog niet geweest. Zo, ik maak die deuren kapot. Zoals je ziet. Oh, ik heb hout bijna, kunnen we toortjes maken. Jee. Ja, ik denk dat we al. Maar dit komt mij. Dit is toch zoiets van. Hier is iets speciaals, niet? Ja, ik ga toch eens kijken achter elk dievensmuurtje. Nou, dan kom ik gewoon hier zeker. Ja. Ja, ik haal. Elke deur gewoon weg zijn. Voilà. Oké. Zeg rot eens op met je deur. Voilà. Ja, ik ben heel deze end shit aan het verneuken, maar ja, boom. Zo. Oké, daar ben ik dus duidelijk nog niet geweest. Daar moet ik ook eens naartoe gaan. Al wel bijna 25 minuten bezig. Ja, ik zeg het, ik wil gewoon een fucking kut endportal vinden. Voor welke reden? Geen idee, ik wil hem gewoon fucking vinden. Ik zeg het enige wat er nu eigenlijk nog tussen mijn doel zit, tussen de Ender Dragon en mij, zijn een hoop Endermans. Dat is het enige wat er nu nog tussen ik en de Ender Dragon zit. Oké. Ik zeg, ik haal alle deuren weg. Want ik weet niet dat er aan de andere kant de knop zit en ik wil niet getrapt zijn. Ah, oké. Oké. Daar is nog eens. Zeg, maak je niet door, hè? Godverdomme. Slimes. Geef mij. Ja, slijmballen. Yes. Waarom de fuck spawnt hier als een slime? Oké, ik ben weg. Goed. Aha. Ja, ook nog leuk hoor om hier de weg te vinden. Am I a joke to you? Ik kan nog één ander ding herinneren waar we nog naartoe konden. En daar was een Enderman, dus ik vrees dat we naar daar toe moeten. Maar ik wist niet dat het Stronghold zo tyfus groot was. Oké. Okay. Ja, de chest. Ja. Zijn we hier? Ja. Voilà. Oké. Okay. Gaat hier naar beneden. Dit ziet er zo wel een plaats uit waar een endportal zou kunnen zijn. Oké, dat denk ik bij elke fucking kutgang, maar deze keer denk ik het wel serieus eigenlijk. Maar hier zijn we nog niet geweest, hè. Oké. Ja, kings. Die had zelfs misgeschoten. Oké. Okay. Ja, waar de fucking eindportal. Ja, nee, serieus. Kan ik hier nog gaan? Nee, dat gaat niet. Dan was er nog één plek naar waar ik toe kon, dacht ik. Waar nu heel hard van pas zou komen is een Eye of Ender. Hihihihi.
Dat is een library, maar ik had nog ergens waar ik naartoe kon ze. Ah, hier bijvoorbeeld. Een pickaxe. Oeh. Daar gaat het precies ook wel nog wat verder. Oké. Wauw. My disappointment is immeasurable and my day is ruined. Maar ligt. Kom aan, ligt dat hier niet ergens achter als. Hold op, ben ik hier al geweest? Aha, nee, ben je nog niet geweest. Oké. Ik ga mijn code van daarnet een beetje aanpassen. Het enige wat er nu nog tussen mij zit, is het vinden van de end. Oh, ik get it. Zo. Ja, van hier kom ik. Maar ik kon hier ook ergens wel nog naartoe gaan, dacht ik. Ah nee, ik kom van hier, juist. Ja, toen was ik fucking blij. Toen nog wel. Ja, ik denk gewoon dat ik de video ga afsluiten. En ik ga eens opzoeken weer waar dat die endportal zit. Ah. Hier is het verdacht. Stil. Aha. Aha. This looks like. Zou het daar. Kunt. Ik heb op hier. Hola. Ik vertrouw het niet zo hard. Maar. Ja, nog een trap die naar boven gaat. Wauw. Wat een gigantische stronghold. Zijn alle strongholds zo groot? Uh-oh. Die is gevaarlijk. Is dat diep? Ja, dat is vrij diep. Maar. Auw. Ik ga even gewoon even aankampen. Mooie broek. Zo. Zo, dan ben ik daar ook hier vanaf. Ben ik hier vanaf. Ja, hier moet het toch wel zijn. Ik voel in mijn water dat het hier is. Dus daar mag ik deze video afsluiten. Dus, vond je deze video leuk? Was een blauw duimpje omhoog. Abonneer de volgende keer en de volgende keer gaan we verder in Minecraft Hardcore. En hopelijk vinden we de endportal. We gaan ook niet naar de Ender Dragon. Maar ja, het gewoon vinden voor het idee natuurlijk is wel leuk. Dus ik zeg ciao.